is een fucking drone. Ik fuck af met die shit, man. Hé, wie filmt mij? Flikker op met die shit. Wat een kutting is dit, man. Laat mij dan eens, schat. Drones zijn echt fucking lame, man. Laat mij dan eens, schat. Bro, jij vliegt er gelijk de sloot in of zo. Dat is waar. Mag ik? Yo, waarom mag hij wel? Thanks. Hé, hey, de boys met hun toys, hè? Ik gok dat geen een van jullie nog een date geregeld heeft voor het schoolfeest. Oh shit, het schoolfeest. Boeien, nobody cares. Wij zijn te heet voor dates. Schoolfeest staat toch kut. Hé, hey, ik dacht dat jij wel met Kayla zou willen. Nee. Heb jij wel iemand dan? Hell no. Sowieso niemand in mijn league op deze school. Oh shit! Zou je het goed vinden als ik Kayla zou vragen? Jullie hebben een history, toch? Puur hypothetisch. Ik zou er oké mee zijn. Alleen maar omdat je dan achterkomt wat voor een backstabber ze is. Kut hoor! Vorig schoolfeest, we waren besties. Maar she betrayed me. Maar weet je, ik zou er oké mee zijn als je haar date, want je hebt toch niet de ballen om haar uit te vragen. Normaal wel. Ik ga gewoon naar de toe. Vraag ik een nummer. Shit. Jongen, rot nou eens op, man. Is dat wat ik denk dat het is? Oh, die metaaldetector. Ja, is voor aankomend schoolfeest. Kan niet weer gechoekt worden. What the fuck? Is dat een machette? Als verdediging? Als iemand me aanvalt, ga ik fucking Rambo op die gek. Maar het is toch veilig als niemand wapens heeft? En wat als ik naar buiten stap zonder wapen en ze wachten op in het fietsenhok met Shanks? Nee, man. Die metaaldetector has got to go. Jongens, ik heb mijn eigen research gedaan en die metaaldetectoren fraaien je brein, man. Denk je dat metaal detect? Die robot detect je gedachtes. Ze scannen alles. En dan brrr, als in een fucking blender, gehersenspoeld. Echt? Wat is dit voor onzin? Waar hou je dit vandaan? Broer, kijk dit. Metaaldetectorwaarheid.nl. Denk jij dat die detectoren op Schiphol hier staan voor jouw veiligheid? Nee, man. Elke keer als jij er doorheen loopt, dan veranderen ze een heel klein stukje van je persoonlijkheid. Heel klein. Dat heb je niet eens door. En voordat je het weet, stem je op GroenLinks. Dus als je op het vliegveld bent, word je gehersenspoeld zodat je niet meer wil vliegen? Bro, waar slaat dit op? Slaat dat nergens op? Of ben je al te vaak door die poortjes gestapt? Yo, man. Dit is echt crazy. Sinds 9-11 zijn er miljoenen poortjes geïnstalleerd. Door maar een paar bedrijven. Weet je wie die bedrijven betaalt? Bill Gates. Bill fucking Gates. En als je zijn letters optelt, krijg je een 9. En als je die 9 omdraait... De duivel, man. Guys, fucking focus. Jullie verzinnen altijd domme toffe shit. Hoe krijgen we die metaaldetector kapot? Don't worry, ik heb een plan. The dark web is a pathway to many abilities. Some considered to be illegal. Een magnetron. Een EDM-bom. Een EMP-bom? Maar bijna goed. Elektromagnetische straling. We hebben de magnetron overklokt. Heel simpel. Via het dark web. 1 druk op de knop. En dan... Pssst, alle elektriciteit valt uit in het hele gebouw. Hoe heb je dit gemaakt in 3 uurtjes? De podcast van Lange Frans... En ik ben een goede padawan. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt vet. Oké, Tisha, luister. Leg de tas bij de gate. Ik ga niet met die fucking lelijke tas lopen. Geloof me. Leg deze tas bij de metaaldetector. Dan klik ik op de knop en dan... Boom. Oké. Maar niet druk als ik die tas nog vast heb. En niet aan Jaden geven. Wat is dat nou? Waarom mag ik niks vasthouden? Oké. Go, go, go. Thank you.
meisje. En vergeet je tas. Nu. Waarom doet hij het niet? Wait for it. Wat voor een tering kut. What the fuck? Wat zit er in die tas? Niks, hij is niet van mij. Hij is niet van jou, hè? Ruikt naar mislukte barbecue. Nou, om dit soort rotzooi meekomen hier. Yo, hij laat het door de poort lopen. Stilstaan! Als wordt gepakt met dat wapen, wordt ze sowieso van school gestuurd. En gehersenspoeld. Dan! We moeten een Osama-tje doen. Just like George Bush. Ik kan toch zich niet aankomen. Ik heb hem goed getraind. Don't worry. Jij mag hem als eerste testen. Dan! Jouw metaaldetector! Jet fuel got melt steel beams. Metaaldetector opgeblazen. Thanks, guys. Voor wat? Voor het helpen met mijn bank. Geen idee waar je het over hebt. We saved the people. But they must never know. Het is saved. Maar bijna goed. Wat ga ik met die drone doen nu dan? Ik kom wel een nieuwe voor je. Het was toch een kut cadeau. Mooi, want ik heb toch geen geld. Whoa. Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life. Living my best life. Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life.